fotografen gaan naar Cuba toe, omdat ja, Cuba heeft zoiets eigens en ja, dus voor een fotograaf is dat om te smullen, zeg maar. En wat is dat? Breng het eens onder woorden. Het eigen, nou, dat kan je eigenlijk al een beetje ook aan, kan ik met deze foto's ook wel laten zien. Je ziet de achtergronden in Cuba, het is voor ons is dat natuurlijk heel schilderachtig en voor de Cubanen is dat heel vervelend. Al die afgebladderde toestanden en ze hebben ook graag liever dat dat opgeknapt is, maar er is gewoon geen geld voor. Wat mij opviel, zijn allemaal mensen in de deuropening, hè? Dat is natuurlijk het thema van de serie. En die serie heb ik niet echt gemaakt in Cuba als serie. Maar op een gegeven moment ging dat echt opvallen. Iedereen staat maar in die deuropening en dat is een, hoort bij het leven in Cuba. En waar dat mee te maken heeft, is ook met het gevoel wat Rob en ik hadden. Namelijk het hele relaxte leven. Wij hebben daar ongelooflijk relaxed rondgereisd. Je hoort vaak hele andere verhalen, maar dat is niet onze ervaring. En het heeft gedeeltelijk te maken met het communisme, het type communisme wat daar heerst. Het is geen enkele stimulans om je verder te ontwikkelen. De meeste mensen staan in de schaduw, want het is best wel warm. Mm-hmm. En dus ik heb in de meeste foto's heb ik het licht zelf moeten inbrengen om het sprekender te laten maken voor een expositie. Ik zie het beeld en ik neem de foto. En als mensen echt druk met iets bezig zijn, dan loop ik door dat ze me niet opgemerkt hebben. Maar zodra ze me in de gaten hebben, ga ik er altijd naartoe, maak ik een praatje en er ontstaat iets. Want ja, normaal, ik ben niet iemand die zomaar makkelijk even naar iemand toe loopt, maar juist door de camera kom ik daar wel aan toe en alsof ik gelegitimeerd ben om een praatje te mogen maken. En dat is altijd erg leuk. En een enkele keer bijvoorbeeld bij dit meisje, zij stond daar gewoon zo en heb ik gevraagd van, ik kan geen Spaans, maar je kan wel duidelijk maken dat je een foto wil maken of dat goed is. En eigenlijk van de 10 keer dat ik het gevraagd heb, dus 9 keer is het prima. En wat zo heerlijk van de Cubanen is, dat ze gewoon blijven staan zoals ze stonden. Dus ze gaan niet in de houding, ze gaan niet breed glimlachen. Eigenlijk, ja, het is heel wonderbaarlijk, ze blijven staan zoals ze staan. En dan kom je naar ze toe en dan maak ze een praatje en dan wordt die uitdrukking ook anders. Maar het is voor een fotograaf is dat natuurlijk.